Van harte welkom op het kanaal van Miraije Online. Leuk dat je komt kijken naar deze uh, special eigenlijk. Ik heb uh, voor het Aquarius tijdsperk een uh, hele uitgebreide video gemaakt voor het collectief. Uh, met alle uitleg, wat gaat er dan gebeuren en uh, ik wil je adviseren om die zeker ook eventjes uh, te bekijken en... Uh, ja, ik was daar voor het collectief in het algemeen uh, ook met de kaarten bezig... om te kijken van ja, wat gebeurt er allemaal? Wat, wat staat er te gebeuren? En ja, toen heb ik ook besloten om voor uh, liefde ook eens even te gaan kijken. En uh, ik ga ze toch even los doen, dan uh, kun je dat gewoon apart eventjes bekijken. Uh, kijk ook zeker even die, uh, die hele uitleg. Ik ga hem niet hier nog een keer herhalen natuurlijk... Uh, we hebben ook een waanzinnig leuke weggeefactie um, van Bloem. Een onwijs leuk verwendpakket. Drie belconsulten van uh, 20 euro, te waarde van 20 euro. Uh, en één keer een uh, kwartaalreading van mij persoonlijk. Super leuk natuurlijk. Wil jij daar kans op maken? Kijk dan ook even die andere video. En dan kun je of in deze video of in de andere video reageren. Zorg wel dat je abonnee bent en uh, uh, nou ja, in die andere video leg ik het in ieder geval helemaal uit aan je. Dus wil jij meedingen aan, uh, ja, met een van deze onwijs leuke prijzen, dan uh, check even die andere video. Voor nu gaan we gewoon eens even kijken, uh, ja, wat kunnen we nou op het gebied van liefde, relaties, karmische verbindingen, soulmates, tweelingzielen... En eigenlijk alles wat met liefde te maken heeft, wat kunnen we nu gaan verwachten uh, vanaf 21 december. Uh, het Aquarius tijdperk dat is een enorme verandering. Jupiter en uh, uh, Saturnus en Aquarius spelen een hele grote rol. We gaan dus echt het uh, Aquarius tijdperk in deze twee. Uh, zijn samen met de Aquarius, uh, het dierenriemteken... de drie hoofdrolspelers... naast natuurlijk heel veel andere astrologische aspecten. Uh, hè? En wil je dat weten, ja, dan moet je echt even kijken... bij een uh, astrologisch verhaal. Uh, ik zal ook eventjes uh, het linkje van, uh, van Sandra Jansen van Galen... in de video plakken. Uh, zij schrijft regelmatig blogs ook over wat er allemaal speelt. Mocht je het leuk vinden, kijk daar ook zeker even naar. En er zijn vast ook andere... Uh, astrologen die jou daar helemaal haar van alles over kunnen uitleggen. Check ook even de andere video. Wat er gewoon gebeurt. We gaan naar een bepaalde waarheid. We gaan dingen vanuit een nieuwe waarheid bekijken. Dingen gaan ook ineens heel snel. Um, het heeft met begrenzingen te maken. Het heeft met uh, dingen die uitvergroot gaan worden te maken. Jupiter is onze geluksplaneet. En ook de planeet van het zelfhelend vermogen. Jupiter vergroot dus ook dingen heel erg uit. Saturnus is, uh, ja, dat heeft echt met grenzen en begrenzen, onder andere, te maken. Nogmaals, dat leg ik uit in die andere video, de algemene. Dus, uh, nou. Je kan natuurlijk ook later allemaal terugkijken. Uh, het is niet zo: oh, Dat is alleen maar voor de 21ste. Dit geldt gewoon voor komende 40 jaar. Uh, in die zin, is is natuurlijk de start. Wat we even met elkaar te gaan bekijken. Maar het nieuwe tijdsperk loopt tot 2060. En uh, in het nieuws heb je misschien ook gezien dat we die, uh, die twee planeten uh, heel dicht bij elkaar gaan komen. Dat hebben ze in het nieuws laten zien. Natuurlijk gaan ze daar niet astrologisch op in. Maar het is altijd uh, een vooraankondiging van een nieuw tijdsperk. Toen wij dit afgelopen tijdsperk ingingen, hadden we ook die stand met deze planeten. Dus uh, check het wel even. We gaan eerst eens even met deze <coughs> engelen romantiekaarten kijken van joh wat, uh, wat speelt daar waar mag je rekening mee houden uh, hè, met ingang vanaf 21 uh, 12 dus uh, ik ben erg benieuwd nou doen ze altijd even zo dat ze goed om elkaar zijn schudden we ze nog eens even en uh, we gaan kijken wat er op het gebied van liefde, liefdesverbindingen, karmische verbindingen, soulmates, tweelingzielen. Alles wat met het thema liefde te maken heeft. naar voren komt vanaf het Aquarius-tijdperk. Waar mogen we allemaal rekening mee houden? Wat mogen wij verwachten? Oké, okay. zo. So. <klas> Heel mooi. Onbeantwoorde liefde, vertrouwen, huwelijksreis, blijf je openstellen. Uh, en familie, aangelegenheden, hele. En dit kan de ware zijn. Zes kaarten. Ik leg ze allemaal. Ik zal ze eerst even één voor één allemaal laten zien. En dan ga ik ze neerleggen. Ik heb deze kaart voor jou getrokken. Er is niet genoeg aantrekkingskracht, genoeg chemie om deze relatie uh, gaande te houden. Gaan we zo even verderop in? Hè? Dan heb ik het uh, vertrouwen. Deze situatie doet een beroep op je vertrouwen. Dan hebben we huwelijksreis. Geniet van de vrije tijd die je samen hebt. Nou, we gaan natuurlijk ook naar de vakantieperiode. Zeker met die nieuwe lockdown. Blijf je openstellen. Je zielsverwant kan heel anders zijn dan je verwacht, anders dan jouw type. Familie-aangelegenheden. Nou, daar gaan we natuurlijk ook allemaal weer naartoe. Je liefdesleven zal er wel bij varen als je je ouders vergeet. Dus dat heeft nog met een stuk heling te maken. Dat past ook helemaal bij die uh, Jupiter-energie. De partner die je uh, ware is, de partner naar wie je op zoek bent, heb je al ontmoet. Dat zijn eventjes de thema's. Nou, is even mijn uh, dennenboom aan de kant. En. Die gaat maar een beetje. Ja, nou, verschuiven het gewoon een beetje. Komt allemaal goed. Uh, dus dit zijn even sowieso de thema's die lopen: onbeantwoorde liefde. Nou, dan heb ik het eigenlijk over de valse twins-toxische verbindingen. Ik heb het er vaker over. En tuurlijk is dat niet een leuk thema, want je zal zelf maar in zo'n verbinding zitten en het eigenlijk willen dat het anders was. Je weet dat voor jezelf. Ergens weet je dat donders goed van binnen. Uh, als het 80-20 is en daarmee bedoel ik, jij krijgt 20 en je geeft 80, dan weet je eigenlijk al dat het onbeantwoord is. En het is aan jezelf, wanneer jij er klaar voor bent, dat het genoeg is. Uh, hè? En door uh, wel de situatie te vertrouwen en jezelf te vertrouwen, want het gaat erom dat jij jezelf weer leert vertrouwen. Uh, ja, kun jij op een gegeven moment ook keuzes maken. Maar vertrouw er ook op. Als je in die situatie gezeten hebt van onbeantwoorde liefde. dat dat soms wel weer een, een noodzakelijk verhaal is geweest. waar die verborgen zegening onder zit. Waardoor je groeit, waardoor je leert. Huwelijksreis, ja, geniet van de vrije tijd die je samen hebt. Klinkt een beetje gek natuurlijk, uh, heel veel mensen zitten al thuis vanwege uh, dat er thuis gewerkt moet worden, uh, de feestdagen die er aankomen in deze idiote situatie waar we allemaal mee te maken hebben. Um, maar de, je kan er natuurlijk ook iets heel moois van maken met elkaar uh, en er komt ook weer ruimte, want dat is eigenlijk ook wat er gezegd wordt. Voor elkaar. Nou, je zielsverwant kan heel anders zijn dan je verwacht en anders dan jouw type. Je hebt natuurlijk altijd uh, een beetje een plaatje van de Adonis of uh, ik weet niet hoe de vrouwelijke Adonis heet. Uh, hè, de god en de godin, hoe ze er dan uit moeten zien en bla 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 of hoe ze moeten zijn. En uh, dat heb je ook met edelstenen. Edelstenen kies je niet op schoonheid, die kies je op trilling. Dit is een heel mooi voorbeeld. Dit is een Lemurische zaadkristal en hier zitten codes in. Um, ik ga je dat verder besparen. Dat komt uit de tijd van Atlantis. Uh, die worden nu allemaal weer geactiveerd. Heel verhaal. Ik krijg straks een nieuwe website, daar leg ik het ook op uit. Die steen, die kies ik ook niet op schoonheid. Maar wel op trilling, op een gevoel. Um, tuurlijk, de eerste blik, de eerste indruk, de eerste uitstraling... dat is wat jou raakt in iemand. Maar het gaat erom dat je niet meer naar het ideale plaatje naar buiten kijkt, maar ook gaat voelen. Wat resoneert er op zielsniveau? Dat is eigenlijk de boodschap. Familie-aangelegenheden hele, familie helen. Ik wilde er één woord van maken. Um, als er nog oud zeer zit op jouw, kinderlijk, hè, op jouw kindstukken, heeft dat vaak met je ouders en je opvoeding of je jeugd te maken. En door. Dat uh, aan te gaan Dan kun je dat ook helen, kun je jezelf daarvan bevrijden um, en dat maakt ook dat de weg vrij is om jezelf echt open te stellen. Dan hebben we daar ook nog: dit kan de ware zijn. Hè? De partner naar wie je zoekt of op zoek bent, die heb je al ontmoet. Nou, dat wordt dus heel spannend. We gaan eens even kijken, ik leg even die kaarten hier neer. <coughs> Wat, uh, ik heb hier allerlei kaartendecks liggen. Die zie je niet helemaal in beeld. En ik begin even met deze. De Tareld uit de herstelde orde. Die vind ik zelf heel fijn om mee te werken. Zeker omdat ze net even anders zijn. Ze zijn heel erg mooi uh, gemaakt. En er zitten in plaats van de 78, dit zijn er 80. En de broeders, dokters van Leeuwen, hebben, ze, uh, hebben 20, 25 jaar studie gedaan... En de orde herstelt, dus de nummering herstelt. Uh, die twee kaarten die normaal uh, als reclame zeg maar, in zo'n pakje van 80 zitten, uh, die hebben zij ook weer hersteld. En dat is de intuïtie en de waarheid. En dat vind ik heel erg leuk om hiermee te werken, natuurlijk. Nou, nog één keer om te kijken wat de Tarot hier allemaal over te vertellen heeft. Oké, okay, dan heb ik. Paasje van Staven, dus het hart gaat actie ondernemen. Koning, Koning van Bekers, halleluja. Wauw, Jupiter-energie. Koningin van Staven, er komt veel vuur aan, uh, lieve mensen. Wauw, die willen we, denk ik. Ja, even kijken. Ik heb hier, ik ben even aan het tellen wat ik wil. Die, die, die. Zal ik het zo nog zes... Ben even aan het voelen hoor, of ik er nog een zevende bij moet pakken of niet. Even kijken. Want we hebben heel veel vuur. Pak er toch nog even één bij. Dan liggen ze maar niet helemaal op, op een rij, dat geeft niet. <tiek> even kijken. Ik ga het echt op mijn gevoel doen. Niet met mijn hoofd. Van oh, dat moet dan weer zo. Niks moet. Ook mooi, want de koning en de koningin die kijken naar elkaar. Dus dat is ook positief. Dus trouwens wel vuur heel veel vuur ligt hier, oké. Okay. Zo. Dan hebben we die. Um, en de kracht. Deze pakken we nog even, ik hou ze in de buurt. Wil ik er nog heen trekken, dan kan ik hier erbij pakken. Nou. Ga ik nog even een dek uitkiezen en ik denk dat we deze maar eens even nemen. Deze zijn ook zo mooi om mee te werken. Je ziet hem al liggen, hè? de zonmeetkaart. De wereld, nieuwe, nieuwe fase in, echt letterlijk een nieuw tijdsperk in de Jupiter energie. Heel veel emotie ligt erbij. Maar echt over, ja, overvloed niet. Maar wel echt weer genieten van elkaar. Dus uh, oké. Okay. Kracht. Dus je gaat weer één worden met jezelf. En hoe meer jij één wordt met jezelf, hoe meer jij jezelf kunt delen vanuit de eenheid die je bent. Ik ga misschien hele plechtige dingen zeggen. Maar ja, ik word geguid. Dus we laten maar gewoon gebeuren wat er gebeuren mag. Oké. Okay, nou. 10 van munten, dat zit er mooi op. Hoge priesteres, geliefde. Ja, de bekers. De toren. Munten 7. Koning van munten, Ridder van Staven. Wauw. Oké, okay. um, hartstikke leuk Mirai, al die gekkigheid, Maar het ligt in de weg. Oké. Okay. Nou, dan hebben we die. En dan ga ik er ook nog even Madame Lenneman bij pakken. Die hebben we hier liggen. Kijken wat zij wil zeggen. Ja, er ligt hier zo onwijs veel. Ik ben zo benieuwd. Super, super, super. Je eigenlijk geen lelijke dingen liggen. Ja, de toren, maar dat heeft met waarheid te maken. En de verborgen zegening. En daar had ik het net natuurlijk ook over met die onbeantwoorde liefde. We hebben hier de zeis, beslissing nemen. Het boek. Informatie van naar je toe gaat komen. En zij heeft het boek ook al op schoot. Dus verlang, Verleidingen. Buitenlandse dame. Deze horen bij elkaar. Dat zijn eigenlijk bijna dezelfde, zeg maar. Lenneman is anders dan Tarot. Maar ik vergelijk ze vaak wel weer een beetje met elkaar. Zo, nou hebben we deze. En dan gaan we het eens even mee, uh, mee doen. Ik neem nog even een slok. Vanuit de romantiek zijn dingen al duidelijk. Als ik dan kijk, dan hebben we Paasje. Hadden we nog een Paasje? Even kijken. Ja, hier hadden we ook nog een Paasje. Maar begin even hier. Paasje van Ridders. Tijd om actie te ondernemen. Het hart wil ook actie ondernemen. De Paasje kijkt ook naar die koning van Bekers. En die koning van Bekers zit op zijn troon. En um, laat ze even zien. Uh, plannen maken, het hart actie laten ondernemen. Die koning van bekers dat is eigenlijk heel erg in het gevoel. Rationeel en gevoelsmatig alles heel erg in balans hebben. Op zijn troon zitten. Dat vierkant laat ook die stabiliteit zien. Maar ook dat water staat voor stroming, stroming van emoties. Die ridder of die paasje van Staven wil actie gaan ondernemen. Uh, dat hart wordt getriggerd. Dus dat is alvast heel erg mooi. En waar heeft dat mee te maken, paasje van staven? Dan zien we natuurlijk tien van munt. En dan zie je eigenlijk de happy family zonder halleluja van we leven nog lang en gelukkig. Alles klopt. Um, en vanuit die energie... Ja, wil het hart wel weer uh, nieuwe dingen gaan doen. Maar er moeten ook nog beslissingen genomen worden. Plus je mag oogsten wat je gezaaid hebt. Er is heel veel gezaaid en je mag gaan oogsten. Dit is een nieuwe energie, een jonge energie. Uh, positieve berichten zijn naar jou en je geliefde of over je liefde naar je onderweg. Uh, waar jij heel blij van gaat worden. De beslissing gaat genomen worden, maar je gaat oogsten. En wat ga je oogsten? Dat is die harmonie die, uh, die bereikt gaat worden. Oké. Okay. Leggen we deze even weer terug. En dan heb ik hier die bekers van Koning. Of van? Ja, Be Koning van Bekers. Samen met die Hoge Priesteres. En die Hoge Priesteres, je ziet die mama, hè boven haar hoofd. Ik noem haar altijd een beetje de Maandegodin. Zij heeft alle kennis al in huis. Vanuit haar uh, hoge trilling, vanuit haar krachtige lijn met het kosmische. Het boek, het boek gaat over informatie... dat naar je toe gaat komen. Soms ook geheimen. Um, maar nieuwe informatie... hoeft niet altijd met geheimen te maken te hebben. Van binnen weet jij het al lang. Weet jij hoe dingen zitten. Het gaat over dag en het gaat over nacht. Het gaat over uh, die... die ja, vanuit je intuïtie... door die versluiering heen kunnen kijken... door te luisteren naar die innerlijke stem. En... Uh, Vanuit die innerlijke stem gaat passie ook weer herleven. Hoe mooi is dat? En anderzijds, even nog over dat stuk. Want dan pak ik deze twee bij elkaar. Uh, onbeantwoorde liefde, er wordt een knoop doorgehakt en er gaat een boek gesloten worden. En eh, dat, dat slaat daar even op, maar dat heeft er wel mee te maken dat je heel erg naar die intuïtie mag luisteren en actie gaat ondernemen. Dus dat is even de andere kant van dat verhaal. Nou, dan zie je eigenlijk uh, vertrouwen. Die koning van bekers is ook heel betrouwbaar. Ook het vertrouwen erin hebben op de intuïtie. En dan hebben we daar de wereld. Met de geliefde. Ja, het ligt hier echt zo mooi. Kijk dan. Je gaat een hele nieuwe uh, fase in. Nou, letterlijk en figuurlijk. Uh, we hebben alles doorlopen. Uh, en ook op, op zielsniveau heb je uh, de hele boel doorlopen en geleerd. En dan krijg je de geliefde. Uh, dingen komen in balans. Donkerlicht, mannelijk, vrouwelijk. Het heeft met aantrekkingskracht te maken. Het heeft met vernieuwing en oplevende liefde te maken. Of echt letterlijk een nieuwe liefde. Omdat je door die. Heen gaat. Je gaat die nieuwe, dat nieuwe level in, die nieuwe fase in. De ooievaar, dat is ook een vrouwelijke energie. Maar je ziet ook weer dat koppel. Ze kijken naar boven. En waarom kijken ze naar boven? Ze kijken naar die vernieuwing. Er hangen wel wat wolken. Maar ze kijken heel erg uit van ja, nou wat gaat er nou gebeuren? Wat komt er? Nou, dit dus. Eens dus even de volgende pakken. Dan gaat die koffiemachine weer. Nou, jullie zijn het inmiddels al gewend. Hè? Dus. Uh... Ik ga me er nou maar niet meer druk om maken dat ik dat dan weer vergeet. Dan heb ik hier de koning van staven. Nou, ik gaf net al aan. Ze kijkt naar de koning van staven. Dus man en vrouw kijken naar elkaar. Het mannelijke en het vrouwelijke. Het koppel kijkt naar elkaar. Daar zitten de kinderen tussen en de werker tussen. Begrenzing zit daar tussen. Dus dat is even iets anders vanuit innerlijke kracht. Zij neemt eigenlijk. Die koning van staven, die nieuwe wereld met zich mee. Het is de mystieke dame met de zwarte kat. Het is eigenlijk een beetje een heks. Uh, niet letterlijk, maar um, vanuit mijn vak zou ik deze ook kunnen zijn. Ik ben geen vuurteken, maar dan snap je even hoe ik dat bedoel. Die slang duidt er ook op. Dat is ook een beetje die koning van staven, maar dan vanuit het mystieke. Dit gaat ook over verleidingen. Nou, die. Uh Geliefde heeft ook met verleidingen te maken. He, verleid wordt het verleidingsspel. Um, en die Koningin van Stavis is de zorgzame dame. Ze zorgt voor iedereen. Ze is onafhankelijk. Uh, hier hebben we ook die aantrekkingskracht. Dus ook weer die verleidingen. En daar heb je gewoon mee te maken. De wet van aantrekking. Als je hem goed toepast, moet je eens kijken wat er allemaal kan gebeuren. En eens even kijken. Want dit is die zorgzame dame. Die altijd voor anderen zorgt. Ook, maar ook emotioneel onafhankelijk is. Ze is zakelijk, emotioneel onafhankelijk. Uh, er is heel veel ruimte. En dat is wat ik voel. Uh, om, om dat samen te laten komen. Dat die, he, die balans weer willen ervaren. Maar ook dat samenkomen zal heel sterk gebeuren. Er is nog iets voor nodig. En dat is de toren. Er komt nog een torenmoment. Nou, we zitten natuurlijk ook in een hele gekke, snelle tijd. Uh, dingen gaan ook allemaal veranderen. En die toren laat zien dat alles wat niet oké okay is, dat valt in duigen. En dan denk je, nou lekker verhaaltje weer. Ja, maar iets wat niet klopt, klopt niet. En dan is het fundament niet goed. En uiteindelijk, achteraf, <coughs> he, dan ontdek je de verborgen zegening. En dit is een uh, solmeetkaart. Het verleden komt bij je terug. Iemand uit het verleden komt bij je terug. En dat kan echt letterlijk een solmeet zijn. Een karmische verbinding. Die je uh, of in het leven opnieuw ontmoet of al kent. Maar. Uh, dat het toen niet kon... en binnenkort kan het wel. Dan gaat het wel naartoe. Met een... Uh, ja, en, en het kan echt zijn dat je dus... met die onbeantwoorde liefde... Hè, dat het toen niet kon, nu wel. En, en, maar er moeten nog dingen afgebroken worden. Er moeten nog dingen in orde gemaakt worden... voordat dat wel kan. Hier heb ik het schip. En het schip staat voor beweging. Ik uh, ben even aan het voelen... <coughs> Wat deze lijn is. Omdat we dan het. Ah, de zijs met het boek. Iets afsluiten, knoop doorhakken. Anderzijds het oogsten. Hè? Nieuw begin, nieuw begin. Dus afsluiten, nieuw begin. Transformatie. Er komt ook nog een enorme transformatie aan. Heel veel beweging aan. Dit staat namelijk ook voor het spirituele reizen. Die transformatie, waardoor ook. He, die, uh, dat noodzakelijk en meestal wel een pijnlijke verandering uh, is niet anders. Maar daardoor kun je dus ook weer een nieuw verhaal op gaan bouwen. Dan pakken we eens even deze rij erbij. Dan heb ik hier voor jou ridder van munten. Aardeteken, eerst het werk, dan het meisje. Plechtig, he, plechtige energie in die zin heel erg begrensd, heel erg gekaderd. Hoort dan dus ook bij die... Uh, uh, energie van, uh, van wat er nu gewoon uh, speelt, en uh, dat is de. Ik was hem even aan het pakken. De Saturnus, het is niet Saturnus-energie, maar die Saturnus is ook heel erg van het begrenzen. Nou, deze meneer ook, die heeft die munt in handen, die ziet voor zich: dit is wat ik wil, dit is wat ik wil bereiken. Dus, dit is die relatie, hè? dit is wat ik op het gebied van liefde en relatie wil. Wat heel belangrijk is, is dat de basis moet kloppen. Het oude moet eerst afgesloten worden voordat dat nieuwe begin er kan komen. Nou, dat zie je hier ook liggen. Oude stukken moeten afgerond worden. Dan komt er eerst nog een transformatie voordat er beweging in kan komen. En dan heb ik hier uh, zeven van munten. <coughs> die munten, dat is eigenlijk de zaden die gezaaid zijn. Dat groeit tot een plant. Uh, en hoe meer aandacht je het geeft, want dat laat hij zien met die hand. Uh, hé, hoe mooier het groeit. Dus alles wat jij op de juiste manier aandacht geeft, dat groeit. Als je negativiteit aandacht geeft, dan groeit dat ook. <kijkt> maar dan komt er onkruid. En hier zie je dat hij licht geeft. Dus positieve aandacht geeft. Concentreert op hetgeen wat hij uh, wil bereiken. Allemaal aarde-energie. En hier hebben we wel even de muis. En dat heeft ook wel met een gemis te maken. Uh, er komen echt weer mensen weer opnieuw bij elkaar. Dat zien we ook aan die uh, zielenkaart, die soulmatekaart. Er is een gemis. Maar er moet echt eerst, voordat die echte samenkomst er komt... op het gebied van uh, die soulmates... oude zaken moeten afgesloten worden. Oude relaties moeten uh, afgehandeld worden. En dat klinkt alsof emoties nog niet goed gewerkt zijn. Of het misschien nog met familie- aangelegenheden te maken heeft. Maar er haperen nog dingen uit het verleden... Wat nog niet afgerond is. Die haakjes zitten er nog in. Dus dat is wel even het stuk. Maar dat gaat straks heel snel. Um, hier zie je ook wel een angst voor tekort. Want munten 7 staat soms ook voor tekort. Dus er is ook een angst voor tekort. Um, en dat heeft vooral met geluk te maken. Uh, sommigen kunnen bang zijn dat ze die liefde niet ontvangen. Of dat die liefde niet naar hun toe komt. Of dat ze niet gezien worden of niet erkend worden. Terwijl uh, de belofte is, wat je zaait, ga je oogsten. En dat laat die ridder ook heel duidelijk zien. Die zit daar ook op dat paard. Hè? En het is ook belangrijk dat je je open blijft stellen. Maar ook open blijft stellen, welke hapertjes heb ik nog? Doe er wat mee. Zodat je echt open kan en echt ontvankelijk bent. En alles wat je zaait, dat het ook uit kan bloeien tot iets heel moois. Nou, dan gaan we naar die koning van staven. Die echt dan naar zijn koningin kijkt. Soulmates. Dus hoe mooi is dat? Het is vuur, het is vuurenergie. Ik heb niet het idee dat dit echt alleen maar voor vuurtekens geldt, omdat hier ook de munten tussen liggen en het water ligt er tussen. Uh, ik heb er alleen nog geen staven uh, of geen uh, zwaarden, maar dit is even in het collectief op zielsvlak, op liefdesvlak. Ik ben alvast blij dat het Koningskoppel naar elkaar kijkt. Dus ze zien elkaar. Ze zien ook in een keer de connectie, de karmische verbinding. Ze begrijpen ineens: het, het valt in elkaar voor heel veel mensen. Oké. Okay. En heb jij een relatie? Ben je getrouwd? Woon je samen? Uh, whatever. Dan ga je dat ook merken dat jullie ineens elkaar anders gaan zien, maar ook die herkenning en elkaars. Indelijk kind beter gaan begrijpen. Um, maar ik blijf het zeggen: eerst het oude goed afronden. Ook de emoties goed afronden. Voordat je uh, als je die grond niet uh, uh, goed voorbereidt, kun je planten wat je wil. Maar er komt een rommel uit. En dat is eigenlijk heel belangrijk: die opschoning, waar, waar we ja, naartoe mogen. Koning van Munten, samen met de Koning van Staven. Nou, de Koning van Munten, dat is een natuurmens, is een echt aardeteken. Maar het is die steenbok energie. Dat wil niet zeggen dat het dan ook uh, deze dame voor jou is. Maar wat hier gebeurt, de Koning van Staven is die leider, die zit op zijn troon. is een beetje een zakenman, maar ook heel hartstochtelijk, heel passievol. En die koningin, nou, je ziet al hoe ze erbij zit. Ze zit zo met die muntenhanden op de troon en uh, al die natuur eronderheen. Deze wil eerst het oude afgerond hebben en alles begrenzen. En weten dat het veilig is. Zij wil, he, wil het goed hebben. Uh, alles moet kloppen. Financieel, materieel, emotioneel. Alles moet kloppen. Voordat zij die stap zet om uh, ja, het te kunnen gaan laten stromen. En het grappige is, want hier hadden we een koppel. Maar als ik hem zo neerleg, kijk, als ik hem even zo vastpak, dan hebben we hier de koning van munten. En de koning van ruiten, dat is ook munten. Die staat gelijk aan munten, dus dan heb je hier ook weer dat koningskoppel. Maar zij zit echt te kijken, klopt alles? Zo ja, ze kijkt hier ook naar, ja, wat heb je nou gezaaid en wat gaat er uitkomen? En ze wacht tot het gaat stromen en dat ze het kan laten stromen. Dat is voor haar heel belangrijk. Dan hebben wij de volgende kaarten. En dat is de kracht. Hier is het een elf. En dan is het een meestergetal. Eén zijn met die goddelijke kracht. Eén zijn met het universum. Eén zijn met jouw zelfvertrouwen. He, je bent eigenlijk zelf die leeuw. En die leeuw is wie jij bent. Die leeuw staat voor God. Voor het krachtige. Voor de oerkracht. Voor. De, eigenlijk. Kijk maar eens wat een leeuw doet. Dat witte gewaad. Dat heeft met. Bescherming te maken, He, die krans en dat laat zien: die eenheid. Het is een slang, maar ook een krans, dus het is echt een eenheid en dat heeft met heel erg vertrouwen uh, op die kracht die je bent en vertrouwen. Ja, het zelfvertrouwen, maar alles vanuit een bepaalde zachte goddelijke energie. Klinkt een beetje heilig, halleluja. Um, maar ik denk dat jullie wel begrijpen wat ik daarmee bedoel. En uh, dan heb ik hier nog een keer de ridder van staven, Paasje staven, ridder van staven. Ja, en dan wordt het feest, dan wordt het passie. Het vuur leidt op en dat zie je ook. Dat zie je ook aan dat paard, hoe omstuimig. Dingen kunnen soms wat vluchtig zijn. Hou rekening ermee dat er soms ook nog even vertraging op kan treden. Ik ga nog even een extra kaart erbij pakken, uh, het vorstje. En dan komen er weer berichten. En waar gaan die berichten dan over? Even kijken hoe ik dit ga doen. Moment. Ik ga even die hartjes weghalen. Die gaan we straks doen. Dan gaan we deze even weghalen. Die gaan we ook straks nog even doen. We maken gewoon een nieuwe plek. Past het op het beeld. Nou, als ik het een beetje opschuif wel. Nou zeg. Zo. Ik leg ze even zo'n beetje over elkaar heen. Kun je het allemaal toch nog bekijken? Vissen. En dan komt er even een soort blokkade. En dan kan een vertraging op geldstroom zitten. Uh, even los van alles. Maar dit heeft dat er even een vertraging op lijkt te zitten. voordat uh, de emoties weer kunnen gaan stromen. Het vorstje. Uh, kan zijn dat iemand toch nog even het sluwe vorstje is. En dan komen daar weer berichten. En dan komt er weer heel veel beweging aan. Toch ga ik er nog een Lenneman-kaart bij pakken. Ik wil even weten hoe zit dit. Waar gaan die berichten over? Onverwacht bezoek. Uh, de boodschapper heeft met snelheid te maken. Snelle bewegingen, snelle contacten. En dan komt de ster. En dan komen die berichten waar je geluk op ligt. Nou, daar ben ik heel blij mee dat ik dat even doorgetrokken heb. Het ne... ja, is niet zo heel erg goed ligt, maar ik vind dat dan toch wel fijn als dat een beetje geordend ligt. Uh, dus dat gaat er nog wel gebeuren. En dan komt die passie er ook aan. Dus voor sommigen, ja, zou je even het vertrouwen moeten houden. En het geduld. Die toren uh, laat zien dat er echt nog wel bepaalde fundamenten niet helemaal kloppen. En dat heeft ermee te maken. Wat die ridder, wat ik al een paar keer aangaf. Het oude afhandelen voordat je wat nieuws kan beginnen. Uh, dus dat. En hier zie je eigenlijk die. Uh, uh, iemand is misschien nog even het sluwe vosje. En dan zie je eigenlijk die berichten komen waar dromen, wensen die uit gaan komen bij ligt. Ik vind hem helemaal top. Ik ga even de liefdesorakelkaarten erbij uh, halen. Laten we eens Even kijken wat die verder nog uh, te vertellen hebben. Ik ben heel erg benieuwd. Dus uh, laat maar zien wat de liefdesboodschappen zijn vanuit het harte orakelkaartdek. Uh, zo. Alleen liefde zal je vrijmaken. Laat al het oude los en sta nieuwe liefde toe in je leven. Zo. Die hoort ook wel hier. Die hoort hier. Ik vind hem gewoon heel toepasselijk. Onweerstaanbare aantrekkingskracht. Het is allemaal niet wat het lijkt. Dus blijf kalm. Heel belangrijk. En ook met dat te ware zijn. Hè? Dus blijf je ook vooral openstellen. En hier zie je ook die onweerstaanbare aantrekkingskracht bij elkaar liggen. De nieuwe fase waar je in gaat. Overduidelijk. Je hebt ook nog een geheime aanbidder. Of er, hè, er kan sprake zijn van een geheime aanbidder. En het verhoorde gebed. Je gebeden zullen verhoord zijn. En dan zie je ook weer die ster. Alsjeblieft. En jullie zijn nog niet van me af. Want ik ga nog even numerologisch een kaart voor jullie pakken. En dan gaan we eens even kijken wat de numerologie mee wil geven. En dit zijn altijd mooie cijfers om even voor jezelf te noteren. En, uh, want die ga je dan misschien ook wel heel veel tegenkomen. Kom jij bepaalde cijfers, nummers heel vaak tegen? Bepaalde getallen, 11, 11, 12, 12, uh, whatever. Dan denk je, oh dat is een teken van mijn tweelingziel. Niets is helemaal minder waar. Als je vaak dubbele getallen tegenkomt, heel veel synchroniteit tegenkomt, ga dan even terug naar waar zat je met je gedachten. En waar je iedere keer met je gedachten mee bezig bent in tijden van synchroniteit is vaak een teken van, hé, hey, dat mag je los gaan laten. Dus daar mag je even naar kijken, wat mag je los gaan laten? In plaats van het te idealiseren naar een ander plaatje. Final discipline. Oh, financieel. Financiële discipline krijg ik hier. 48. En 4 plus 8 is 12. Kom je er op een 3. Dus dat is de Heilige Drie-Eenheid. Nou ja, en hier heb je die Koningin van Munten. Die daar ook wel heel erg uh, uh, op gebrand is. Dat alles klopt. Dan hebben we hier Follow Your Dreams. Dus volg je dromen. 85. En ik heb als laatste Pride. Die heb ik in de andere legging ook getrokken. Nummer 19. Ik zou deze nummers eventjes noteren of even in je telefoon in je notities zetten. Uh, je weet maar nooit welke betekenis het eventueel voor jou zou kunnen hebben. Um, ja, dit is op het gebied van liefde. Vanaf het Aquarius-tijdperk, vanaf 21, 12, 2020. Uh, waar jij uh, rekening mee mag houden. Wat er allemaal verandert. Ik vind het eigenlijk heel stabiel. Uh, het zijn nog wat laatste restjes. Oud karma, waar je uh, eventueel nog mee aan de slag mag. Blijf je openstellen. Geef jezelf ruimte, de ander ruimte. En maak ruimte voor elkaar. Uh, eigenlijk ligt het er heel mooi bij. De vissen en de, he, de, de koning van munten, de koningin van munten, die, die kruisten elkaar. Uh, dit koppel kijkt naar elkaar, dus het soulmates komen bij elkaar, maar er moeten eerst oude zaken afgerond worden, dromen lijken uit te komen, ja, en er is, ja, er is een stukje onbeantwoorde liefde, maar is het dan liefde of is het iets anders? Um, dus handel dingen af, zodat je je kan openstellen voor die nieuwe liefde in dat nieuwe tijdsperk. En ja, ik hoop dat jullie hier blij mee worden. Uh, he, dat ik jullie heel veel inzichten, vooruitzicht. En hopelijk ook heel veel inspiratie heb mogen geven. Loop je nou ergens in vast? Of twijfel je even. Of kan ik je misschien helpen in je karmische verbinding? Of whatever. Schroom niet, in deze video hier onderaan zie je een, uh, een balkje met alle tekst en daarin zal ik alle linkjes en informatie posten. Mocht je nou een persoonlijke consult van mij willen, uh, kun je eventjes in de beschrijving van de video kijken of ga naar www.mediummireille.nl voor een, uh, ja... Een afspraak, um, en je kan bijvoorbeeld ook om een kwartaal-reading vragen op het gebied van liefde. Ik zou niet een jaar-reading vragen voor liefde, dat is veel te veel. Kijk gewoon per kwartaal, dat wil ik je wel adviseren. En uh, ja, voor een direct telefonisch consult ga even naar www.puremedien.nl, kijk wie er beschikbaar is, kijk wie er bij je past. En met een kwartier, 20 minuutjes, heb je al een fantastisch consult. En uh, heb jij interesse in die prachtige cadeaus? Uh, onder andere een ontzettend mooi verwempakket Ter waarde van 47 euro van bloem.be. Een van de drie belconsulten. Ter waarde van 20 euro. Of die kwartaalreading van mij persoonlijk van 59 euro. Check ook even die andere video om mee te kunnen doen. Je mag in de andere video of in deze video reageren. Dat maakt niet uit. Ik wens je een fantastische uh, tijd toe. Um, heb jij behoefte aan uh, meer informatie? Google even. Er staat ook in de community van dit kanaal een link. Wat over dat nieuwe tijdsperk gaat. En dan kun je meedoen met een wereldwijde. Uh, Meditatie. Uh, ik heb het gewoon gepost. Er informatie. Mocht je daar interesse in hebben. En doe ermee wat je wil. Nou, in ieder geval. Um, heel veel liefde van mij. Zet hem op. Blijf bij jezelf. Vertrouw jezelf. En uh, ja, ik wens je een heel mooi avontuur in dat nieuwe Aquarius tijdsperk. En uh, tot de volgende. Doei doei.